We zitten nog steeds heerlijk op het terras bij het Stamineken. En naast mij zitten mijn eigen ouders. En mijn eigen ouders zijn betrokken geweest bij de Europa Run. Ja, pa, ik begin bij jou. Wat is er eigenlijk met je gebeurd? Het heeft niets met de Europa Run te maken. Ik ben gevallen met een racefiets. En ik heb een aardige klap gemaakt. Van de week schouder geopereerd. En ik zit 6 weken vast in dit dwangbuisje. Hartstikke vervelend voor je. Veel sterkte in ieder geval. Dankjewel. Ja, mama, jullie zijn nog niet zo gek lang geleden zelf ook mee geweest met de Europa Run. Ja. Hoe waren jullie ervaringen? Ja, op zich heel bijzonder. Het is heel uniek om zoiets mee te maken. Het is heel veel voorbereiding. Maar het moment dat je vertrekt vanuit Parijs en je gaat er met elkaar onderweg en je ziet veel moois en 's nachts zie je niks, maar dat is gewoon zo bijzonder. Door zo'n dorp als Zeelen, dat is echt geweldig. De mensen onderweg, de animo die je meekrijgt. Het is echt een hele bijzondere ervaring. En ja, omdat het een vriendenteam was aanvankelijk, hè, Team Oud-Beijerland, want daar zijn wij mee begonnen door John Barends. Oprichter. En ja, dat is een hele bijzondere ervaring geweest dat je met een groep vrienden onderweg gaat voor een heel mooi doel. En daar ben ik nog steeds blij mee dat ik dat heb kunnen meemaken. Wat was jouw hoogtepunt? Mijn hoogtepunt? Ik denk toch wel uiteindelijk ook het feit dat logistiek gezien en organisatorisch gezien alles uiteindelijk op zijn pootjes terecht kwam. Ik heb de rol gehad van teamcaptain. In een nieuw opgericht team, Team Oud-Beijerland, zoals mijn vrouw dat al zei. Wij waren helemaal bleu. Dat betekent dus alles wat we gingen meemaken was voor de eerste keer. En ik als teamcaptain had natuurlijk de verantwoordelijkheid, zeg maar de theoretische eindverantwoordelijkheid om het goed te laten gebeuren. Je staat 48 uur op je benen en dat heb ik dus ook gedaan. En het mooiste is dus de aankomst en het feit dat je mag constateren dat uiteindelijk alles goed is gegaan. Volg je dat team nu? Ja, ik heb toevallig vandaag even gekeken waar onze familie zit. Want Leo's broer loopt natuurlijk ook met zijn kinderen in Team Binnenmaas, andere team. Maar ook gewoon kijken waar Team Oud-Beijerland zit en wat de verwachte tijden zijn. Ja, het is gewoon leuk om te volgen. En ik kijk naar jullie items die hier opgenomen worden. Dat is ook erg leuk. Dus volg het wel en morgen natuurlijk gewoon naar het dorp om alle teams binnen te zien komen. Hoe ga je ze aanjuichen? In ieder geval alleen met mijn rechterhand. Wij gaan morgen zeker naar het dorp. Ik verwacht ergens tussen 11 en 2 dat dan de host van teams door het dorp heen komen. Ik ben daar van plan om daar zeker te zijn. Een beetje afhankelijk van weer. En het aanjuichen is eigenlijk, dat doe ik voor elk team. En, want ze verdienen het allemaal. Ik geloof dat er 275 teams vanuit Parijs onderweg zijn. Dus dat betekent dus dat een hoop mensen bezig zijn een goede prestatie te leveren. En ondanks het feit dat ik zelf dan niet meer meedoe, vind ik het een heel lovenswaardig en mooi event. En zo zal ik daar staan. Heel hartelijk dank voor jullie tijd. Wij gaan morgen ook filmen vanaf de weg. Dus je kunt ons in ieder geval zien in Numelsdorp en in een Oud-Beijerland. Ja, jij bent jarig pa, dus ik zou zeggen, wij hebben een cadeau voor je meegebracht. Die gaan we nu uitpakken voor je. En in ieder geval morgen en de komende weekend nog een hele fijne dag. Dankjewel.